Beleiders van het hindoegeloof staan in deze periode stil bij wat hun voorouders voor hen betekend hebben. Levenslessen en ervaringen worden herdacht tijdens de Pitripaksh-periode. Gisteren is een lezing gehouden in de Sri Sanatan Dharma-mandir te Blauwgrond. Voorzitter Roy Boudou van de Sri Sanatan Dharma Paramaribo Noord-mandir zegt dat de lezing voornamelijk voor de jongeren bedoeld was, waarbij er informatie verschaft werd over deze voorouderverering. Om te vertellen wat Pitripaksh inhoudt, wat het doel van Pitripaksh is, hoe je voorouders moet vereren, wat je moet doen allemaal, hoe het allemaal in elkaar zit. Heel veel vragen waarvoor men geen antwoord heeft. Op grond daarvan hebben we gemeend om voor de gemeente van Blauwgrond en leden van de gemeente RFDP een lezing te organiseren. Dat wordt geleid door eerwaarde pandit Acharya Varun Mahatab Singh, waarin meer duidelijkheid wordt verschaft in het Nederlands. In het bijzonder voor de jongeren om te weten wat Pitripaksh inhoudt, wat men moet doen in deze periode, hoe men moet doen, hoe men zijn leven opleggen moet voorbereiden. Wat men kan doen voor hun voorouders, die voor ons heel veel heeft betekend, te vereren. De periode van Pitripaksh-verering duurt van 16 september tot en met 30 september aanstaande.